Ze proberen mijn mond dood te maken en me weg te zetten. Als je opkomt voor de Palestijnen en je uitspreekt tegen de moorddadige en criminele regering van Netanyahu, dan staan de pro-Israël organisaties in de rij om je weg te zetten en om aangifte tegen je te doen. Dan word je kapot gemaakt aan de tafels bij talkshows en dan vallen politieke partijen je keihard aan om je in de hoek te zetten van antisemitisme en terreur. Wat zij met een Palestijnse staat bedoelen, namelijk dit. Wat vindt u daarvan? Dit is een heel onsmakelijk plaatje. En dan deze kreet erbij. Ja, mijn maag draait zich om. Het is het smerige, doorzichtige spel dat we al tientallen jaren kennen. Als je niet achter de regering van Israël staat en opkomt voor de Palestijnen, dan word je gecensureerd, kapot gemaakt en monddood gemaakt. Ik laat me hier niet door van de wijs brengen. Ze kunnen aangiftes doen zoveel ze willen. Ze kunnen columns schrijven zoveel ze willen. Ze kunnen in de rij staan om het te verslijten voor wat dan ook. Maar ik blijf doorgaan. En ik vraag ook aan jou om door te gaan. Want waar wij voor pleiten, dat is iets rechtvaardigs. Ja, wij zijn voor de één-staat-oplossing en die staat heet wat ons betreft Palestina. En in die staat moet wat ons betreft iedereen gelijke rechten hebben. Of je nou Joods bent, Christen of Palestijn. In dit kader roep ik trots, from the river to the sea, Palestine will be free.